Oké, welkom bij Aardrijkskunde. We staan hier in Stevensweert, 25 meter hoogte. Dit is de rivier de Maas. Begint in Frankrijk, stroomt door België, door Nederland naar zee. 25 meter hoogte, dat betekent dat het verval hier 25 meter is, want bij zee is het 0 meter. De rivier moet hier ongeveer nog 150 kilometer stromen tot hij in de zee uitstroomt. Wat is dan het verhang? Dus het verval is 25 meter, hij is 25 meter hoog en de lengte is nog 150 kilometer tot de zee. Wat is dan het verhang? Goed, we staan nu op de Winterdijk. Daar zien jullie het binnendijksgebied, waar de huizen zijn. Daar is het veilig, daar kan het water in principe niet komen, want het wordt beschermd door deze Winterdijk. Dit gedeelte daar zo, dat is het buitendijksgebied, dat is buiten, dat is gevaarlijk gebied. Wat jullie daar zien is de Uiterwaard. De Uiterwaard staat nu helemaal droog. Er worden nu allerlei aardappels ingeteeld, tarwe ingeteeld. Verderop staan de koeien te grazen. Meestal staan daar alleen maar koeien in te grazen. In de Uiterwaard loopt meestal alleen vee. Maar in dit geval wordt het ook gebruikt voor akkerbouw, dus aardappels en tarwe. Nou, de Uiterwaard kunnen ze zomers droog houden door een kleine dijkje, een zomerdijkje met het bord, met verboden te surfen. Dat is een heel klein dijkje. En als het zomers nou zo hard gaat regenen, dat het water hoog gaat staan, dan houdt dat zomerdijkje de Uiterwaard droog. Maar in de winter, als het echt heel veel gaat regenen of als er veel smeltwater is van de sneeuw, dan kan deze hele Uiterwaard wel onder water staan tot de Winterdijk. Dus dit is binnendijksgebied, daar is veilig, staan de huizen. Dit is de Winterdijk. Dat moet alles droog houden daarachter. Dat is de Uiterwaard. Wordt meestal alleen gebruikt voor veeteelt, in dit geval nu ook voor akkerbouw. En dat kleine zomerdijkje houdt het zomers droog, mocht het water een keertje hoog gaan staan bij zware regenbuien. Nou, hier is de Maas, dus een regenrivier. Jullie zien ook, deze rivier heeft geen kribben. De rivier de Rijn die heeft heel veel kribben en een stuk verderop heeft de Maas wel kribben, maar hier zijn geen kribben. Wat zal nou de reden zijn dat deze rivier geen kribben heeft? Wat kunnen jullie bedenken?